schoten en ik beet net in een koek. Er klopte iemand op de deur, maar Rietje riep bezoek. Ik ging eens kijken wie er was en viel toen bijna flauw. In het deurgat stond een spook dat bij ons naar binnen wou. Nog geen minuutje later zat dat spookje hier naast mij. Dat wreef alle broodjes op en ook mijn spiegelei. Ik ben van de opera, zei het spook kordaat. Zolang jullie mij eten geven, doe ik niemand kwaad. Het spook van de opera, een groot wit vliegend doek. Het spook van de opera is bij ons op bezoek. Het spook van de opera heeft honger als een paard. Het spook van de opera in kopjes snoep en traat. We wilden geen problemen, dus we deden wat hij vroeg. We gaven hem een bord puree, maar dat was niet genoeg. We haalden bij de slager 7 kippen en een worst. Maar het spookje had daarna nog veel honger en ook dorst. Het spook van de opera, een groot wit vliegend doek. Het spook van de opera is bij ons op bezoek. Het spook van de opera heeft honger als een paard. Het spook van de opera eet koekjes, snoep en taart. Ik zei toen, jij eet net zoveel als onze vriend Albert. Het is Alberto, zei het spook, en ik wil nog dessert. Toen wist ik plots wie ons van ons eten had beloofd. Het was meneer Spaghetti met een laken op zijn hoofd. Het spook van de opera, een groot wit vliegend doek. Het spook.